Burgemeester Willy Doorn van Landert heeft op maandagavond 25 juni koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan Rien van Gaal en Maarten Hendricks. De feestelijke gebeurtenis vond plaats tijdens de jubileumviering van de regionale brandweer Brabant-Noord in de brandweerkazerne te Schaijk. Rien van Gaal is jarenlang lid geweest van de vrijwillige brandweer in Zeeland en Maarten Hendricks van de vrijwillige brandweer in Schaijk. Van harte welkom iedereen op onze teambuildingsavond. Een avond die op deze manier wel heel bijzonder ingevuld wordt. Een bijzonder woord van welkom, Maarten en familie, Rien en familie. Het gaat toch een beetje jullie avond worden vanavond. Ja, vanavond staan natuurlijk twee mannen hier centraal. Want vorig jaar tijdens de diploma-uitreiking waren twee brandweermannen met hun naaste familie ook hier aanwezig. En ik heb het dan over Rien van Gaal en Maarten Hendricks. Beiden die hadden kort tevoren laten weten dat zij hun werk als vrijwilliger bij de brandweer wilden beëindigen. Op dat moment is van jullie beiden afscheid genomen, maar met wel onder de vermelding en de toezegging dat op een wat later tijdstip nog verder bij jullie vertrek zou worden stilgestaan. Wel nu, dat moment is nu aangebroken. Rien en Maarten, jullie zijn hier vanavond met jullie gezin, jullie familie, kennissen. Onze, en als onze is de brandweer, brandweer Landert, onze speciale gasten. 22 jaar was jij vrijwilliger in dienst, eerst bij de gemeente Zeeland en later bij de gemeente Landert en nog later bij brandweer Brabant-Noord. Op 1 oktober 1989 trad je in dienst en vorig jaar, 30 november, trad je uit dienst. In de loop van de jaren klom je op tot manschap B, eveneens brandweerchauffeur en voertuigbediende. Je bereikte de rang hoofdbrandwacht. En ondanks het feit dat je een eigen boerenbedrijf runt, met alle zorgen eromheen, hè, want dat is toch wel heel bijzonder, vond je steeds genoeg tijd om je als vrijwilliger bij de brandweer in te zetten. Steeds kon er op jou een beroep worden gedaan. En thuis kreeg je de steun van jouw vrouw en jouw kinderen om bij nacht en ontij beschikbaar te zijn om waar nodig jouw diensten als brandweerman in te zetten. Ja, want ik had natuurlijk ook aan jouw kinderen kunnen vragen van wat was jouw vader nou voor een brandweerman? Want daar hebben jullie natuurlijk ook wel van gemerkt als je er weer vandoor ging. Die steun thuis, daar kan een brandweerman niet zonder. Immers, je kan pas echt goed functioneren als je beschikt over een goed thuisfront en daarnaast ook nog eens een keer een heleboel opleiding, kennis en kunde. En hiervoor is het weer nodig dat je veel opleidingen en cursussen gaat volgen. Steeds heb jij dat gedaan. Met als resultaat dat hier een vakman zit waar we vandaag afscheid van nemen. Maar de samenleving van Zeeland en Landert kon 22 jaar lang rekenen op jouw vakmanschap en jouw inzet en jouw inzicht. Beheerst deed jij jouw werk, nooit het overzicht verliezend. Mede dankzij jouw inzet konden branden geblust worden, kon er hulp geboden worden bij ongevallen en werden er mensen gered. En ja, bijzonder waren toch ook jouw inzichten bij het optreden rondom inzet bij dieren, want jij weet hoe dieren reageren. Martinus Hendrikus van Gaal, u hebt zich 22 jaar lang voor de samenleving in het kader van de veiligheid als brandweerman ingezet. Namens de gemeenschap van Landert
bedank ik u van harte voor uw inzet. Daarbij laat ik het echter niet. Want uw bijdrage aan de maatschappij als vrijwilliger heeft ertoe geleid dat ik u met trots mag mededelen dat het Hare Majesteit de Koningin behaagd heeft u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. En graag speld ik de hierbij behorende versierselen bij u op. Van harte gefeliciteerd voor uw verdiende onderscheiding. Ja, dank je. Ook gefeliciteerd en hartelijk dank voor wat jij altijd gedaan hebt voor jouw man en het gezin. En de gemeente landen dus eigenlijk van de samenleving met dank voor jouw ondersteuning. Hartelijk dank. Want ja, na Rien komt een toch wat jongere brandweerman die aangekondigd heeft te vertrekken. En dat is Maarten. Want toen jij vorig jaar bekend maakte dat je ging stoppen als lid van de brandweer, was dat in ieder geval voor mij een verrassing. Immers, we hebben je allemaal leren kennen als een betrokken, maar ook een kritische brandweerman. Op vele terreinen had je cursussen gevolgd en was daardoor ook breed inzetbaar. Naast het zijn van brandwacht was je chauffeur in Schaik, maar ook in de regio. Als jij de wedstrijd, want eigenlijk is er bij iedere uitruk natuurlijk een wedstrijd, van wie is nou de eerste bij die wagen. Als jij de wedstrijd om als eerste chauffeur aanwezig te zijn had gewonnen, stapte jouw mede-inzittenden met een gerust hart bij jou in en racete jij met een loeiende sirene naar de uitruk. Je was deskundig op het gebied van materiaal. We hoorden het zojuist. Kleding, ademlucht. Maar je was ook een kei in de frituur. De frikandellen en al die lekkere dingen die je klaarmaakte. Ja, natuurlijk wisten we allemaal dat je een druk privéleven leidde. De carnavalsvierders onder ons, en dat zijn er toch heel wat hier, die kwamen jou tegen bij het jeugdbestuur. Je werd daar voorzitter en had je handjes vol om de jeugd leuke carnavalsactiviteiten te bieden. Net zo gedreven als je was als brandweerman, had jij de teugels in handen bij de carnaval en genoot jong en oud van jouw creativiteit en leiderschap. En inmiddels bekleed je diverse posities binnen de stichting De Moeslanden en heb je besloten om jouw aandacht op het moesland te richten. Jammer, maar je blijft je inzetten, gelukkig inzetten, voor de gemeenschap. En dat is belangrijk. Jouw deskundigheid en jouw creativiteit gaat niet verloren en jouw talenten blijf je gebruiken, alleen op een andere plek hier in Schaik. Samen met jouw vrouw en jullie twee kinderen neem je nu echt afscheid van die mannen die de afgelopen 22 jaar deel uitmaakten van jouw leven. Martinus, Lambertus, Hendrikus, Andreas, Hendricks. Vanaf 19 juli 1989... ben jij als brandweerman actief geweest. 22 jaar lang heb jij je ingezet voor de veiligheid van anderen en kon de gemeenschap van Landert rekenen op jouw inzet en jouw capaciteiten als brandweerman. Namens die gemeenschap van Landert bedank ik u van harte voor uw inzet. Ik laat het echter niet alleen blijken uit woorden alleen. Nee, ik heb het voorrecht u te mogen mededelen dat het Hare Majesteit de Koningin behaagd heeft u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. En graag speld ik de hierbij behorende versierselen bij u op.
van harte gefeliciteerd. Dank je wel. En dank voor alles wat je ook gedaan hebt. En de steun die je gegeven hebt aan jouw man. Dank je wel. Hey, en jullie ook. Gefeliciteerd. Ja, dan is dit officiële deel in ieder geval voorbij en is de gemeente Landert twee leden, twee mensen rijker die onderscheiden zijn als lid in de orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd, niet alleen jullie tweeën, maar ook jullie hele familie en natuurlijk ook al de collega's, want jullie doen het tenslotte allemaal voor het goede doel, de gemeenschap van Landert, de veiligheid. Mensen uit Landert kunnen rekenen op jullie steun en jullie inzet. Van harte gefeliciteerd.